Zullen we mensen al vertellen dat het week 23 is? Ja, ik ben er klaar voor. Doe jij het? Mensen, het is week 23 en wij zijn er weer. Het is een week van vallen en opstaan. Ja. Voor mij persoonlijk dan. Grote hoogtes, diepe dalen. Diepe dalen, ik zit wel een beetje... Depressies, maar ook eufemisme. Zeker, eufemisme. Nee, dat is niet... Euforie, verdomme. Depressies en eufemismes, ja. 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 Ik had verschrikkelijke pijn in mijn knie en die was gewoon een week lang... en die was gewoon pats, weg. En vanzelf, hè? Ook. Ja, een dag voordat ik naar de fysio ging. Ja, en toen ging je naar de fysio en daarna deed die weer pijn. Nee. Oké, dat niet. Gelukkig nee, maar. Nee. Nee, maar het is voor hem ook een raadsel waar hij nou eigenlijk mee bezig was. Ik denk dat onze kijkers wel weten wat er aan de hand is. Ja. Of u dat even wil zeggen. Precies. Waar beginnen we mee vandaag? Wat mij het meeste raakte was natuurlijk wat iedereen eigenlijk al heel lang weet. En dat is dus dat het stroomnet de vraag naar stroom niet aan kan. Nu niet of in de toekomst niet? Of... Nu niet. En de toekomst kennen we niet, dus dat weten we niet. Maar als het niet wordt aangepast in de toekomst, nog minder. Ja. Of eigenlijk nee, trouwens, het is op. De hemweg... hoe heet dat? Een ondergrondstation of zo zit daar. Ja. En dat voorziet half Amsterdam zo'n beetje van stroom. En in half Amsterdam kunnen er geen grootverbruikers meer bij. En dan hebben we het dus niet alleen over bedrijven. Dan hebben we het dus ook over scholen bijvoorbeeld. Kan geen school meer bij. Kan niet. Maar, dus, maar de mensen die op het net zitten, die mogen nog wel blijven? Of die, alleen als ze meer betalen? Ja. Nee, die mogen wel blijven. Maar je hebt dus nu ook in Brabant, daar heb je Tennet, maar en nog een plek, die zet het ook uit. En die gaan nu bedrijven die zelf die minder gebruiken dan dat ze eigenlijk deden, daarvoor belonen. Oh ja, dus jij betaalt voor je stroom en je stroomleverancier betaalt jou om wat minder stroom te gebruiken. Ja. Dat is bijzonder. Wat is de oplossing? Ze moeten gewoon... Nou, we moeten gewoon natuurlijk gewoon niet zo debiel snel van het gas af. Hè? Ja, maar gas wordt toch uiteindelijk... gas en elektriciteit zijn dingen, andere dingen. Ja, maar als mensen mensen huis elektrisch stoken... Kopen. Ja, precies. Ja. In plaats van op gas, dan... Ja. En er ligt al een perfecte gasleiding naar dat huis toe... dan is dat op dit moment heel debiel gedrag. Ja. In een toekomst waarin het stroomnet robuust is en het allemaal aan kan... en er gewoon pak een beter is al 20 jaar geen stroomstoring meer geweest... Dan zou je ervoor kunnen kiezen om te zeggen... weet je wat, we gaan ook elektrisch koken allemaal. Want dan heb je dus ook niet dat wanneer je vriezer ontdooit... omdat je het net de stroom niet kan leveren. Ja. Kijk, als je gasfornuis hebt, dan kun je je biefstuk nog bakken en opeten. Maar anders kun je niks... Je hebt gewoon een vriezer, je kijkt ernaar, je ziet het ontdooien. En tenzij je van ijskoud, want stoken kun je ook niet natuurlijk, je huis is koud. Tenzij je van half bevroren ijskoud rauw vlees houdt, kun je er niks mee. Ja, of we moeten iets uitvinden waardoor je ijs om kan zetten in warmte. Bestaat dat niet al? Dat zou gaaf zijn, toch? Ja, maar je kunt wel ijs... Nee, maar de vriezer doet het omgekeerde. Ja, dus het kan twee kanten op. Ja. Ja. Zeker. Dus dat je ijs... ergens aan een soort nucleaire batterij koppelt. Plutonium. Jezus, heb ik die zo vol ingeschonken? Nou ja, ik heb mezelf gepakt. Dus daarom heb je het eindresultaat niet gezien. Ik denk dat je dat misschien had aangepakt, maar ik vond het wel mooi. Ja, sorry. Maar nee, in principe bestaat dat natuurlijk wel. Je hebt airconditioning. Ik ga mijn hele huis vol met airconditionings hangen. Want ik wil ook wel eens een keer... Een koele boot hebben. Niet kapot zweten als als het klimaat verandert. maar die kan het ook verwarmen. Dan doet hij het omgekeerde. Dus in principe zou je dus ook inderdaad ijs moeten kunnen... met een warmtewisselaar, heet dat niet een warmtewisselaar? Ja. Kunnen omzetten in warmte. Dat de stroom uitslaat in je vriezer... en dat je vriezer het omgekeerde gaat doen van dat het eerst deed... namelijk de omgeving verwarmen. Ja. En dan in een hele koude winter, als dan de stroom uitslaat...
vries je al snel een uur later dood. Dood. Ik heb laatst op een hele leuke innovatieve manier stroom weggegooid. Ik had hier een oude koelkast staan en die had echt zo'n klomp van ijs tegen de achterwand. Die was gewoon een oud ding. En hij moest weg. En dat ontdooien, dat ging best wel langzaam. Dus ik heb een ouderwetse warme filmlamp zo bijna in die koelkast gezet. Dat ging razendsnel. Ik pak altijd de föhn daarvoor. Ja, maar dit is echt veel warmer, zo'n filmlamp. Ja, maar ik heb vroeger ook wel, want je hebt ook van die föhnen waarmee je zeg maar verf van hout kan krabben. Ja. Die heb ik ook wel eens gebruikt, maar toen gingen in één keer plastic elementen, kwam er een grote bubbel op. Ja. En daarna was ik al heel gelukkig dat hij het nog deed, zeg maar. Het rook ook een maand, heel raar. Ja, ik moest deze ook af en toe wat verder wegzetten. Ik voel me niet zo lekker sindsdien. Nee? Nee. Dat is toch raar. Goed, ik heb... De mensen die bij mij thuis zijn, ze hebben vaak gezondheidsklachten. Of worden depressief. Ja, worden ze ook eufemistisch? Lach er maar om. Maar het is wel bizar gewoon dat er gewoon dus nu geen bedrijven bij kunnen. Omdat het gewoon beleid is. Kijk, we hebben de beeld beleid en dat weten we allemaal. Maar is Nederland het? Hebben ze dit in Duitsland ook? En in Frankrijk? In België, laten we het dichterbij houden. Ik weet niet wat ze in Duitsland hebben. Daar hebben ze ook wel een energierekening die de pan uitgaat. Daar hebben ze recentelijk... Steenkolen. Ja, en ze hebben recentelijk... Ja, we hebben ook steenkolen, hoor. Mm-hmm. Daar komt de meeste elektriciteit denk ik nog wel vandaan. Duitsland hebben ze recent heel veel subsidie uitgegeven om mensen over te laten stappen op gas. Ja, goed idee. Ja. Nederlands gas? Nee. Of Russisch gas? Ik denk veel Russisch gas, ja. Dus daar zijn ze ook niet lekker bezig. En hebben ze alle kerncentrales uitgezet. En als ze nu zouden beginnen met die weer eens aan te zetten... dat zou een poel schelen tijdens zo'n energiecrisis, zal ik maar zeggen. Ja. En hadden wij... Want wij beginnen weer zachtjes aan de kolencentrales aan te zetten... die we uit hadden gezet. Ja, en Groningen. We mogen toch weer gras uit Groningen. Althans... Gras? Gras, ja. Het groene gras uit Groningen. Het gras is altijd groener in Groningen. Ja. 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 Want dat gaat ook weer gebeuren en dat zit ons hoe heet die? Niet, ik wil zeggen... Rob Jetten? Ja, ik wou zeggen Jette Klaver, maar dat is... Ja, Rob Jetten is onze klimaatminister, toch? Of onze energieminister? Ja, zoiets. Of... Ik weet het niet. Iets waarvan het denk ik niet zoveel uitmaakt wie je er neerzet. Anders had hij... Nee, maar we hebben ook een stikstofminister en die werd ook... ik heb het allemaal niet gelezen, dat is heel leuk voor de mensen. Maar die werd ook helemaal onderuit gehaald, want die had geen kennis van zaken. Dat was een beetje de tendens. Ja, maar niemand heeft kennis van zaken. Nee. Dat merk ik gewoon ook heel erg op de stootpra, zeg maar. Gewoon alles wat technisch is, dat zeg maar de technische kennis die zijpelt niet door naar boven. Daar zitten al, tegen de tijd zijn er 8 bestuurslagen overheen van mensen die een beetje bestuurskunde of zoiets hebben gestudeerd of orders, weet ik veel wat, rangschikken of boekhouders. Maar gewoon de mensen die de besluiten maken hebben gewoon geen verstand van de technische realiteit aan de onderkant van de piramide. Nee. Gewoon geen idee. En die bepalen dat wel. Daarom dus weer, om even terug te komen op dat stroomnet. Daarom gebeurt dat. Gewoon iedere elektricien die zei dat al, die wist dat al. Die wist dat 10 jaar geleden al. Als je dit gaat doen, kan het niet aan. Nou, ga het toch doen. En de reden is weer gewoon opnieuw, laat het probleem maar ontstaan. Want als het zich voordoet, dan komen er wel fondsen. Dat is gewoon de logica. Dat is en waar komen die fondsen vandaan? Die komen bij het Rijk vandaan. En waar gaat het Rijk er vandaan? Die leent het van de Chinezen. Nou ja, dan weet je precies waar het heen gaat. Ja, nou heb ik zo lang zitten wachten tot je klaar was met je zin dat ik mijn superscherpe reactie... Snap je je dingen kwijt bent? Kwijt ben, ja. Het spijt me. Ja. Ik hou wel anders een half uurtje mijn mond. Dan kun jij even gewoon vrijwielen. Ja, dat vinden de mensen leuk. Het ging over elektriciteit. Het ging over... Ik heb echt geen idee meer. Jongen, wat zonde. Heerlijke koffie gezet. Ja, dank je. Ja. Goed slurpen. Nou, dat vinden de mensen vast fijn klinken. Mijn excuses, mensen. Sorry. Ja. Het is nog heel warm. En het is heel... Ja, ik wilde het even hebben over Gijs van Dijk, die bij de PvdA zijn kamerzetel in moest leven. Ja. Heb je dat meegekregen? Ja, globaal een beetje. Had wat dingetjes gedaan. Ja, de vrouwtjes hadden zich niet altijd veilig gevoeld bij Gijs. Ja, maar nou blijkt dat als het puntje bij paaltje komt, dat... Ja, er was dan grensoverschrijdend. Eigenlijk het enige wat concreet is, is dat hij vreemd is gegaan... En dat hij er meerdere affaires op nahield.
Ja. En nou blijkt de aanklager blijkt de kunstenaar te zijn. Tinkerbell. Oh, die. En die... Tinkerbell, die ken ik wel. Tinkerbell, die ken ik wel. Alles mee gepraat, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook wel eens met Tinkerbell gepraat. Ja. Een hoer. Dat praat gewoon met iedereen. Gewoon met wildvreemde mannen staat ze gewoon te praten. Ja. Nou, iedereen weet wat er van praten komt. Behalve Tinkerbell natuurlijk. Ja, baby's. Ja. Nou, zij heeft geen baby volgens mij. Ze heeft alleen maar dode dieren. Nee, als zij als een baby had, dan zou ze er een tas van maken, toch? Ja, precies. Anyway, er was dus... Even kijken of ik nou het goede draadje heb. Het blijkt dus dat zij... er is een anoniem onderzoek wat Gijs van Dijk niet mag inzien. Omdat... Waaruit blijkt... Ja, waaruit niks blijkt, helemaal. Klinkt een hele ouderwetse Sovjet-praktijk. Ja, ik ben alleen eventjes het juiste draadje kwijt. Dat is heel vervelend. Ja, dat is op zich heel vervelend. Anders stoppen maar aan de andere kant, even. Mensen die gewoon naar een efficiënt voorbereid programma willen luisteren en kijken, die zijn al lang afgehaakt. Dus, ja, nee, wat... Maar ja, het te lange stilte vindt niemand leuk. Nee, ik knip dit er even tussenuit. Oké. Okay. Dan krijgen we een jump cut. Zullen niet slutje. Arno Wellens, dat was het. Oh, maar Arno Wellens. Dan hebben we in één keer een mannelijke borderliner in het vizier. Dat is niet vaak op dit programma. Het zijn toch meestal de meisjes? Ja, nee, goed. We pakken de draad weer op. Dat is een hysterisch gezicht. Arno Wellens die heeft dus op Twitter gezegd dat hij ooit een keertje met die Tinkerbell in bed is beland. En dat Tinkerbell daar dus foto's van hem heeft gemaakt. En dat hij die echt vlak daarop wilde ze de relatie beëindigen, omdat er ook nog iets anders speelde. En toen zei ze van ja, anders maak ik die naaktfoto's publiek. Oké. Okay. Nou ja, en dan een heel draadje. Volgens mij is het gewoon super oninteressant. Nee, het is super interessant. Het is alleen als Arno Wellens de bron is. Ja. En hij zet de foto's er niet bij. En, nee, die foto's die heeft hij dus niet. Nee, dat snap ik. Oh ja, dus hij, ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb ze denk ik allebei wel eens ontmoet. Arno weet ik niet zeker, maar Arno die heb ik wel eens volstrekt hysterisch door het lint zien gaan Facebook. Nee, op Twitter en zo. Dat was zo bizar. Die is echt, die heeft echt vaak jeuk aan zijn baarmoeder. Nou, de bottomline is dat Gijs van Dijk is uit de Kamer gezet op basis van een rapport wat hij zelf niet mag inzien. Hm? Op basis van beschuldigingen van Tinkerbell die niemand weet wat ze nou precies zijn. Nee. Terwijl dus deze Arno Wellens zegt van die vrouw die roept maar wat. En ja, als even een relatie niet helemaal was zoals zij fijn vindt, dan gaat ze shamen en nemen. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zal natuurlijk zijn. Natuurlijk. Weet je, zo'n kunstenares, dat zijn allemaal natuurlijk droevige meisjes met zowel bindings- als verlatingsangst en zo. Ja. Dat geloof ik op zich wel. Alleen Arno Wellens heb ik gewoon niet de neiging om die überhaupt te geloven. En ik moet zeggen, Tinkerbell heeft op mij altijd eigenlijk nog wel een stukje stabielere indruk gemaakt dan hij. Ja. Ja, dat ja, ik ken Arno Wellens niet. Ik heb wel eens en Tinkerbell vind ik gewoon heel ja, gewoon leuke vrouw. Leuk om mee te praten. Ja. En Arno Wellens niet. En er was ook iets soortgelijks in. Er ging een grapje rond over... En sowieso mogen de meisjes altijd net ietsje gekker zijn dan de mannetjes. En dan heeft hij natuurlijk ook pech, want dat is wel een mannetje. Ja. Nee, maar er was ook een grapje ging er rond van... Vrouwen zijn altijd bi in het Engels. En je moet alleen nog uitzoeken of het polair of seksueel is. Of seksueel is. Ja. En waarop jij volgens mij tegen mij zei, waarom kan het niet allebei? Ja. Maar los daarvan, dat had iemand van de Washington Post had dat geretweet. Oké. Okay. En toen sprak iemand anders van de Washington Post daar schande van, dat een werknemer van de Washington Post dat soort dingen retweet. Toen is die man onbetaald een maand op verlof gestuurd. Onbetaald ook? Onbetaald. Ik hoop dat hij gespaard heeft. En, maar
De laatste twist is dat degene die zeg maar dat op Twitter zeg maar ter discussie stelde, dat haar collega dit twitterde, die is nu ontslagen. Dus. Oh. Ja, want voor mij de... Omdat het een verklikker is. Ja. Ja, ik... Ik vind het gewoon allemaal bizar. Ik weet je, het is altijd gewoon zo jammer dat je gewoon weet zodra je geen grapjes meer over dingen kan maken. Dan wordt het probleem nooit kleiner, zou ik maar zeggen. Nee. Dus zodra je niet meer gewoon een beetje een geintje kan maken over de meisjes, dan is het ook wel gelijk oorlog. Mm-hmm. En ja, moeten we dat, willen we dat, willen we zo dat, is het dat er een soort van groot conflict is tussen de sekses, dat we allemaal, dat alle vrouwen zo, oh, die afschuwelijke mannen, en dan zien ze weer een man en dan, oh, zie maar eens kijken, wat een naar mens. En dat wij dan ook die vrouwen, oh, de afschuwelijke vrouw, terwijl ze onderling gewoon eens nu een grapje over elkaar maken en een beetje blij zijn met wat we zelf zijn. Nou ja, klaar ben je. Ja, maar... Sowieso grapjes maken, dat is een beetje wat we hier doen. En af en toe vloeken we erbij. En toch is het ons totaal onduidelijk waarom YouTube ons ongeveer 9 van de 10 keer demonetized. Heb jij een keer met Tinkerbell aangelegd? Of ik dat haar, ze ons de hele tijd meldt. Of ik haar geconsumeerd heb. Nee. Maar... Ook daarom is het dus belangrijk, want nou verstoor je helemaal het bruggetje, dat mensen doneren. Ja, van YouTube... Daar moeten wij het niet hebben. Daar moeten wij het niet van hebben. Nee. En geen stijl ook niet. Nee. En zelfs als wij gewoon akelige ziektes wegbliepen wat ik vorige week deed, dan nog worden we om andere redenen gedemonetized. Ja. Misschien is het gewoon om te zeggen dat het te lang en te saai is. Ja. YouTube houdt daar nu misschien niet van. Nee, jongens, doe eens wat aan jullie content. Ja. Doe eens een keer iets. Ga eens een wasmachine uit elkaar halen of zo. Oh, misschien moeten we dat doen. We moeten onze intro aanpassen, heb ik gehoord. We moeten wat moderner worden. Nou, we moeten suggesties. Ja, suggesties. Maar mag u in de mail doen. Dat staat onder de YouTube-beschrijving. Staat een mailtje als u een leuke nieuwe titelkaart heeft. Stuur maar op. We beloven niks, hoor. Nee, want beloftes zijn... Zijn er maar om te breken. Precies. Nou, dus dan beloven we het wel. Want dan breekt... Ik was alleen nog woorden aan het zeggen. Ik weet niet meer welke. Ik was er niet meer over aan het nadenken of zo. Oh ja. Nou, we moeten ook allemaal met de trein, hè? Dat is toch ook een beetje... Niet meer vliegen, maar met de trein. Oh ja. Weet je al waar ik heen wil? Ja. Goed dat je het hebt opgeschreven. De Eurostar? Ja. Naar Londen? Ja. Die vertrekt vanaf Amsterdam Centraal. Ja. Maar dat perron wordt nu verbouwd. En kennelijk is er geen perron meer over. En hoe lang gaat dat helemaal duren? Jaren, toch? Jaren. Vanaf begin 2024. En hoe lang duurt dat dan? Ja... Nou, dat zegt het verhaal dan weer niet. Nee, maar hoe dan ook, wat er ook staat, we weten toch wat het langer gaat duren. En het is wel typisch. Zou dat spoor aan iets heel specifieks moeten voldoen? Ik bedoel, het heeft gewoon dezelfde breedte, alle sporen in Europa. Ja. Behalve dan, zeg maar, zodra je dan het voormalig ijzergordijn overgaat, hebben dezelfde breedte. Ja, Zwitserland heeft ook wel wat smal sporen, geloof ik. Ja, ik weet niet of ze dat nog hebben. Maar misschien omdat ze zo die bergen opgaan. Oh ja, dat zijn ook weer van die gave dingen met tandwielen en zo. Ja, volgens mij, als ik hier... Er staat een fotootje bij. Is het allerlaatste perron van... waar maar één trein op komt en misschien... Is dat er niet ook een perron? Ja, dat is het laatste perron, ja. Zei je één na laatste dan? Nee, ik zei laatste. Oh. Allerlaatste, zei ik. Ach, jongens, hè. Sorry. Ik moet ook wat scherper en gewikster zijn, hè? Maar ja, dus als je met de trein naar Londen wil... dan moet je waarschijnlijk eerst met een stoptrein naar Schiphol... en dan kan je daar... Ik vind het prima. Ja. Maar het is wel dom. Het is wel... Waarom kan je niet gewoon een perron verbouwen... en even iets anders regelen? En daarbij, die verbouwing begint pas in 2024, hè? Dus je hebt gewoon ook nog tijd om iets te fixen. Ja.
bijvoorbeeld gewoon dat je zeg maar op Schiphol onder die trein rubberen banden doet. Dat die gewoon over de weg kan. En gewoon op het busstation kan stoppen. Een hybride trein? Zeker. Die ook op diesel rijdt? Oh ja, goed punt. Ja? Ja. Ja, lekker dom. Lekker dom. De Democraten willen Daily Wire verbieden. Oh. Een Daily Wire is een soort, ja, hoe zeg je dat? Met Ben Shapiro, toch? Die ja. Zit daar ook op. Ja, die hebben nu ook een film in eigen beheer gemaakt. Daar moet je dan wel lid van worden. Die van Mike Welsh over What is a Woman. Oh ja. Daar heb ik wel veel stukjes van gezien. Op een gegeven moment ken je het riedeltje wel, maar volgens mij is het wel erg leuk. Ik heb ook veel vrouwen gezien op film. Ja? En? Ja, maar hij vraagt dus aan allemaal woke genderactivisten, wat is een vrouw? Ja. En daar komt eigenlijk nooit een antwoord op. En alle gesprekken gaan altijd heel redelijk. Totdat de mensen zo in het hoek zijn. En ze geven dus nooit antwoord. Ze geven alleen maar tegenvragen. Ja. En dat is dan hun tactiek. En eerst gaan ze in generalisaties praten. Maar als hij gewoon heel specifiek wordt van... Ja, maar wat is dan een vrouw? Wat, ja, als je je identificeert als een vrouw. Ja, maar wat is dat? Ja. Ben ik bijvoorbeeld een vrouw? En dan zeggen ze eerst van, dat is echt een hele goede vraag. Ben jij een vrouw? Dat moet iedereen zich af kunnen vragen. Ja, maar wat is dat? Ja. En het gaat ook over hormoonblokkers die... Voor kinderen. Voor kinderen. Ja, ik zeg wel iedereen... Waarom niet gewoon alle kinderen aan de hormoonblokkers? Totdat je 18 bent, kun je dan gewoon je kiezen wat je wil zijn. Ja, maar dat is wat de genderwapjes... Maar waarom zou je mensen zelf laten kiezen? Waarom zou je niet gewoon doen wat nodig is op dat moment? Waar een tekort van is, net als met piloten. Dat je zeg maar in Nederland de pilootschool af hebt en dat je dan in Indonesië gaat werken, omdat alle piloten... Ja. Dat er geen banen zijn voor piloten hier. En dan heb je... Nou, dan wordt die opleiding aangepast. En dan heb je in één keer Nederland piloten nodig en die komen allemaal uit Duitsland. Want daar is dan weer een overschot. Dat we dat zo doen met... En sowieso eigenlijk, wat je dan krijgt, dat is eigenlijk best wel perfect. Gewoon, dan heb je dus een elite van mannen, denk ik zo. Dat is van oudsher wel een beetje hoe het gaat. Ja. En voor de rest alleen vrouwen. Dus een klein groepje mannen. Ja. Ja. Weet je, zoals in een kippenhok eigenlijk. Ja. Het is heel natuurlijk. Ja, over die Wells die zei ook nog over die hormoonblokkers. Maar vroeg hij aan die vrouw van... Maar u dient dus eigenlijk een middel waar chemische castratie voor wordt gebruikt. Nou, toen ontplofte die mevrouw. Chemische castratie. Hoe durft u dat in de mond te nemen dat wij... Want dit zijn hormoonblokkers, dat is geen chemische castratie. Nou, toen heeft hij dus opgezocht en uitgeschreven... Ja, kijk, hier staat het. Hormoonblokkers worden bij mensen die seksueel misdrijf hebben gedaan... gebruikt om chemisch te castreren. Dus feitelijk geeft u gewoon onvolgroeide kinderen een chemische castratie. En u zegt wel dat u daar dan mee kan stoppen na verloop van tijd. Maar wie zegt dat dat zonder schade is? Ja. Ja. Wat zegt die mevrouw dan? Die dreigt... Ja, ik zie alleen maar teasers en ik heb de film niet gezien. Ja. Dus hoe dat eindigt. Maar de meeste mensen zeggen van... Volgens mij was het een vergissing dat we dit gesprek begonnen zijn. Ja. Nee, het is waanzinnig. Het is een. Kijk, als je nu in Canada kinderen hebt. En je zoontje van 4 die zegt. Die wil in één keer, weet ik veel wat. Bridget genoemd worden. Ja. En als ouder denk je van. Ja, weet je, prima. Rare fase. Een tijdje Bridget. Of zoiets, maar verder. Ook Maasland erbij? Nee, maar voor de rest, zeg maar, doe je daar gewoon niet zoveel mee. Gewoon maar eens even afwachten. Ja. Wat de normale houding zou zijn, denk ik, voor ouders. En je kunt ook nog denken van als ouder, nou ja, weet je, we gaan het niet stimuleren. Jij wil Bridget genoemd worden, nou ja, weet je. Voor ons heet je gewoon Harry. Ja. Maar dan kun je dus uit ouderlijke macht ontzegd worden. Wat? Omdat je je kind dan dus eigenlijk... op hormoonblokkers moet doen. En als je dat niet doet, dan mishandel je je kind. Ja. Ja. Jezus. Dus moet je ook voorstellen hoe relaxed het nu in één keer wordt... als jouw jochie van 4
in één keer, weet ik veel wat, ja, een keer zegt dat hij eigenlijk een plassertje wil. Of weet ik veel wat. Gewoon alles wat dat kind nu gewoon kan zeggen. Gewoon de rare shit die je op die leeftijd kan zeggen. Ja. Brengt jou in één keer in de positie dat je misschien dus wel een mishandelende ouder bent. Als je niet direct volledig in de startblokken staat. Om dat dan maar mogelijk te maken voor je kind. En sowieso, kinderen op die leeftijd, die willen ook allemaal, die willen allemaal brandweerman worden. Mm-hmm. Hoeveel worden er uiteindelijk brandweerman? Ja. Of zo. Je moet, kinderen op die leeftijd moet je niet gaan vragen wat ze willen worden. De meeste brandweermannen zijn ex-militairen die met PTTS toch nog iets gaan doen wat thrillseekers hebben. Daarom is onder brandweermannen de graad van zelfmoord eigenlijk te hoog voor wat je zou willen bij zo'n instantie. Ja. Dat is ook zo'n ding, hè, van transgenders. Ja. Veel zelfmoord onder transgenders. Maar volgens mij niet zoveel als onder mannen. Nee, maar serieus. Ja. Wel veel mislukte zelfmoordpogingen. Dus in die zin, zoals onder vrouwen. Ja. Dat is, nou doe je dat een beetje lacherig af als aandachtzoekerij. Niet? Nee, ik deed lacherig af omdat je er juist in kan horen dat ze eigenlijk ook nergens echt goed in zijn. Hmm. En die suggestie vind ik gewoon grappig, omdat dat natuurlijk helemaal niet waar is. Ja. Maar dat weet iedereen en daarom is het grappig. Ja. Maar goed, dus de Democraten willen de Daily Wire verbieden omdat het, ja, het zal wel weer fake news zijn. Ik probeerde dat even terug te vinden. Nou ja, de Democraten is natuurlijk niet zo homogeen als dat het nu klinkt, hè? Nee, maar het is eigenlijk hetzelfde dat wat er nu gebeurt met Ongehoord Nederland. En wat er af en toe ook wel gebeurt met Geen Stijl. Dat de reguliere media zegt, ja, dit mag niet, nepnieuws. Dit moeten we verbieden. En dat is, ik heb één keer Ongehoord Nederland gezien. En ik wist niet dat mijn tenen zo krom konden staan. Maar het is best leuk dat het... Ongehoord in Nederland is een soort internet voor bejaarden. Zeg maar, gewoon, wij zijn toch redelijk, nou ja, meer van de internetgeneratie, onze ouders in ieder geval. Dus wij kunnen daar al gewoon heerlijk in onze eigen bubbel zitten. Maar onze ouders, als die in een andere bubbel zitten dan politiek correct NPO-geneuzel, ja, dan worden ze... waar moeten ze die bubbel vinden? Die kunnen alleen maar naar het journaal kijken zoals ze gewend zijn. En bij ieder item, klopt helemaal niet, het is gewoon super stom. Nee, dus nu hebben ze twee keer in de week rond lunchtijd een kwartiertje Ongehoord Nederland. Nou, dat is fijn toch? En dan kunnen ze bij een andere bubbel terecht. En het is hartstikke leuk dat die er is. En laat ze maar gewoon onzin verspreiden, want dat doet het NOS-journaal toch ook? Nou, dat is ook nog het ding, inderdaad. Het is altijd van, ja, het is fake news. Maar dan ben ik eigenlijk in één keer dan heel erg christelijk. In, dan heb ik zoiets van, nou, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Mm-hmm. Dus oké, jij bent van NRC, alles in jouw krant klopt, dan mag je wat zeggen. Ja. En dat maken ze niet waar. Gewoon niet. Kijk, in het beste geval kunnen ze zeggen, nou ja, weet je, we houden ons aan een aantal regels. En we doen het naar eer en geweten. Nou ja, naar eer en geweten, nou ja. Met die hele D66... Sheila Rijksman. Heet ze Sheila? Shula. Wat is dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Ze is Joods. Is Shula een... Ik weet wel dat een shul, dat is gewoon de synagoge. Oh, ja. Is het een shulala tralala? Ja, we hebben in Nederland niet zo'n naam. Kerkje. Kerkje. We hebben wel Treintje. We hebben Femke. Vind ik ook wel. Dat is Fries geschreven. Ik dacht dat het Frans was. Of verbasterd Frans. Oh ja. Maar Femke is toch gewoon een vrouwtje, ja. Ja, maar het is een Friese naam. Ja. En ik denk niet dat La Femme verder Fries is. Nee. Maar in ieder geval, kerkje hebben we niet. Misschien hebben de Joden een shula. Dat zou kunnen. Maar ze is Joods en daar gaat ze prat op. En dat is prima natuurlijk. Wat minder prima is natuurlijk, is dat van die klokkenluider. Ja, oh, wat was dat ook alweer? Ja. Dat was, nou, was vandaag iemand, of iemand werkte bij de publieke omroep. Ja. En die wist dat er een manier was waarop bepaalde presentatoren gewoon meer geld kregen dan dat ze eigenlijk mochten volgens de wet. Ja. Er waren allemaal loopholes, denk ik, dat de Engelsen dat zo mooi noemen. Ja. En bij het ministerie, daar is een mevrouw. En die mevrouw, die is daar het aanspreekpunt over misstanden bij de NPO.
Dus daar ging deze persoon met deze misstand heen. Ja. Want het is natuurlijk een misstand. Maar die mevrouw en Julia Rijksman, ja, die kennen elkaar nogal intiem. Want Julia Rijksman is niet alleen Joods, ze is ook lesbisch, zoals... Is ze niet bi? Dat was toen met het coalitieakkoord, hè? Want ja, ze is nu wethouder in Amsterdam. Ja. Ze werd echt gewoon... Wie was dat ook weer? Was dat niet... dat was die... Die van Danzig, die zei dat gewoon. Van, ja. Dat is echt een hele grote deal binnengehaald. Ze hebben vrouw, lesbisch en Joods. Oh, ja. Nou. Jezus, daar worden dan even je kwaliteiten op gezond, zeg. Ja. Dat is gewoon, ik bedoel, als je op weet ik veel, YouPorn kijkt, daar staan beschrijvingen die literairder zijn en diepgravender. Anyway, maar die twee die scharen dus samen. Nou, dat hoeft trouwens helemaal dat niet. Dat vind ik ook zo plat. Dat is heel plat. Dat is heel plat. Ze kussen. Ze kennen elkaar intiem. Ik weet niet wat dat anders... Ik weet niet hoe dat... Ik weet niet, ja. Ze kennen elkaar intiem. Ja, ik bedoel, wij kennen elkaar niet intiem. Het is ook niet dat elke lesbische... Niet alle homo's nemen elkaar van achter. En niet alle lesbische die scharen. Kijk, dat niet alle homo's elkaar van achteren nemen, dat snap ik, want dat is heel erg jakkie. Maar wat is nou een goede reden om niet te scharen? Als je bijvoorbeeld een vrouw hebt met één been en lesbisch, dan snap ik dat gewoon niet in het pakket zit. Ja, ik kan hier niks, ik kan hier niet leuk op terugkomen. Sorry mensen. Het is een beetje een baldadige stemming, geloof ik. Ik snap ook niet. Nee, maar wat is de meerwaarde van scharen? Ja, maar daar zitten knopjes waar orgasmes van komen. Ja, maar die kan je op een veel betere manier, lijkt mij, stimuleren. Ben jij een vrouw? Nee. Dan weet je dat niet. Nee. Maar in ieder geval, dus, en die vond het daarna nogal wel raar dat die nooit meer iets hoort. Dat zij, hij, hun... Ja. Nooit meer iets hoorde van die melding van die schandalige meer betalen van de NPO-mensen. Ja. En later hoorde die dat die twee dus wel eens een kopje koffie samen drinken, zou ik maar zeggen. Ja. En toen dacht hij van één keer, dat is toch heel raar. Dat is heel raar, ja. Dat is heel raar. En nu heeft ook NPO gezegd dat ze het betreuren. En ik denk dus dat er eigenlijk nog veel meer aan de hand is. Ja, maar er was dus ook een artikel. Dat zoek ik nou even. Waar was dat? Ja, daar moet ik dat nou weten. Waar ging dat nou over dit? Maar dat we klokkenluiders, ambtenaren geïntimideerd en op non-actief gesteld naar kritiek op omgevingswet. Dat is een heel ander ding. Nou ja. Met een foto van Hugo de Jonge erbij. Ja, word je toch altijd een beetje warm van binnen, van op een verkeerde manier. Ambtenaren en andere betrokkenen zouden door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn geïntimideerd of op non-actief zijn gesteld. Dat melden meerdere klokkenluiders aan de Eerste Kamer. Oh. En er gingen dus ook, werden ze een beetje gebriefd voordat ze ergens in een debat gingen. En er werd ze ook gevraagd van, kan je goed liegen, las ik ergens. Oké. Okay. Ik was even met gedachten ergens anders. Merken. Ja, maar dat geeft toch helemaal niks. Wie vroeg eens of ze goed konden liegen? Ja, die mensen. Maar ik zit nu in mijn hoofd met allemaal dingen door elkaar. Het is echt een zootje, mensen, deze aflevering. Reptilians? Ja. Waar zat jij dan met je hoofd? Of zaten daar nog leuke gedachten? Nee, dit gaat echt helemaal nergens. Ja, in ieder geval, het waren privégedachten die ik gewoon voor me wil houden. Oh, je zat nog over die lesbische... Huh? Nee. Nee, oh. Nee, ik heb daar niet zoveel mee. Nee. Ik ga er niet zo hard op, maar... Laat ik het zo zeggen. Als ik naar porno moet kijken... En het moet porno zijn van een homoseksuele... Aard. Dan kijk ik liever naar twee vrouwen dan naar twee mannen. Ja. Zo ben ik wel. En als dat mij homofoob maakt, so be it. Nee, want je juicht het aan... Nee, het maakt je seksofoob. He, want je vindt homoseks tussen mannen niet leuk om naar te kijken... en homoseks tussen vrouwen wel leuk om te kijken. Dus het gaat niet over... Je bent niet foob voor homo, je bent foob voor... Ja. Je bent mannenfoob. Ja. Je discrimineert mannen. Dat is wel zo, maar we weten allemaal dat alleen...
Nee, sorry. Ik ga niet, nee. Maar we hadden het over de Daily Wire. Die hadden nog Hunter. Een berichtje. Hunter Biden. Er stond ook een vrouw op met wie die... Neukte. En, dat mag wel in één keer. Crystal meth heeft gebruikt. En die heeft op een gegeven moment $20,000 gekregen toen zijn vader al president was. Oh, oké. Okay. Van waar? Van? Van de federal government for her female-owned sole proprietorship. Proprietorship. Ja. Eigendom. Dus eigenlijk omdat ze een vrouwenbedrijf runt of zo. Oh ja, een vrouw met alleen maar een bedrijf met alleen maar vrouwen of zo. Ja, en ja, dit zit achter een betaalmuur, dus verder. Hunter, die wordt wel grijs, hè? Ja. Ja. Ja, dat is. Misschien dus... is heel veel drugs toch niet zo goed voor je als dat ze zeggen. Nee, maar. Dus... Maar ouderdom ook niet, natuurlijk. Dit stond dus allemaal nog op die laptop van Hunter Biden. Want er is nu ook een rechtszaak gaande tegen die 6 januari bestormers. Ja, dat klopt, ja. En Ivanka die heeft eigenlijk tegen haar vader getuigd. Omdat ze eigenlijk concludeerde dat ze had een woordvoerder van iets gesproken. En die geloofde ze dat hij zei dat de verkiezingen eigenlijk gewoon terecht verloren waren. En eigenlijk gelooft ze dat nu, heeft ze gezegd. En de Telegraaf brengt dat meteen weer als scheurtjes in het Trump-bastion. Ja. Nee, kijk, wat daar natuurlijk is dat... Kijk, Trump is natuurlijk... En ik snap het, ik snap het gewoon heel goed. Ik snap heel goed dat je naar een tournee feitelijk die heeft gedaan door Amerika... Ja. Dat hij daarna, toen hij niet won, dat hij het gevoel had van dat kan niet kloppen. En er klopte ook van alles niks. Niet, hè? Er is meer fraude vastgesteld dan ooit tevoren. Maar dan ook echt met decimale keer zo vaak. Ja, maar waarom zou zij dat dan zo zeggen? Nou ja, kijk, er was altijd fraude. Dus het is op een gegeven moment is de fraude alleen maar relevant als het aantoonbaar zoveel is dat het had uitgemaakt voor de uitslag. Ja. En dat is gewoon niet zo. Dat geloof ik wel. Dat is namelijk zo'n grote operatie. Dat is gewoon moeilijk. Het is gewoon te moeilijk. Het is gewoon te ingewikkeld. En er was laatst ook weer inderdaad iemand... was een democratische senator, meen ik. Maar die was nu met pensioen. En die had ook allemaal dat soort dingen. Die kocht gewoon stemmen. En die kocht rechters om stemmen toe te voegen. En weet ik veel wat hij allemaal deed. Maar uiteindelijk is het gewoon peanuts. Mm-hmm. En Trump was natuurlijk, die was niet snel bij zinnen wat dat betreft. Dat geloof ik ook wel. Maar tegelijkertijd, dat hoeft niet te betekenen dat hij een soort van mastermind was die een soort van die bestorming deed. Want kijk eens, het was zo primitief. En je ziet ook als je naar die beelden kijkt, het was gewoon een klein groepje mensen. Ze waren wat opgezweept, ze kwamen daar. En ze waren stombeduusd dat ze er doorheen kwamen. Ja. Er zat wel wat woede in, maar eigenlijk als je zo... Ik denk als je in die hoofd had kunnen kijken... dan waren het allemaal van die mensen die zoiets hadden van... ja, we duwen een beetje tegen de politie aan, want we zijn allemaal boos. Want we geloven dat... ze vallen om. Maar toen in één keer kwamen ze erdoor. En je ziet ze gewoon daar stom beduust dan dat huis binnenlopen. Ja. Ik geloof helemaal niet dat dat een plan is. En Trump had op enig moment, volgens mij Pelosi... die ging over de beveiliging van het Capitool... Ja. aangeboden om heel veel extra beveiliging daar neer te zetten. En dat heeft ze afgewezen. Oh. En dat kon hij volgens mij ook niet op eigen... Dus ik... Ja, maar ik geloof het dat... Het kan allebei bestaan. Het kan gewoon zijn dat Trump wat instabiel was, bleef drammen van... en ook inderdaad wat tegen die mensen zei van... God, het is gestolen en weet ik veel wat allemaal. En daar stond hij achter. Dus nou ja, als je achter je boodschap staat... dan komt het allemaal nogal geloofwaardig over. Maar dat hij tegelijkertijd helemaal niet van plan was... dat het Capitool bestormd zou worden. Ja. Daar helemaal niet van uitging. Dat hij gewoon echt dacht van, nou weet je, wat gaan we doen? We gaan daar staan en een beetje schreeuwen. En dat iedereen er ook heen ging. Zo van, we gaan er staan en een beetje schreeuwen. Ja, maar dat hele proces gaat nu om over... Het wordt zo geframed dat het echt een staatsgreep was van Trump. Ja, en dat is onzin. Ja. Want je had toen ook al gelijk... Ik weet niet of je nog weet van die mensen die dan gelijk tweeten van... maar als de bestormers zwart waren geweest, dan was het wel anders afgelopen. Maar ik meen, in 68 hebben de Black Panthers dat gewoon gedaan. Ja. Die zijn gewoon daar de Senaat binnengelopen. Of het Capitool binnengelopen. Of, nou ja, weet ik veel. Ik haal het allemaal door elkaar. Zo'n dag is dit, mensen. Je kunt ons terechtwijzen, hoeft niet per se.
En die, die stonden dezelfde dag, waren ze allemaal nog weer vrij. Er is niemand neergeschoten. Ze hadden vuurwapens bij zich, notabene. Ja. Maar het is een andere tijd, hè? De jaren 60. Zeker. Zeker, maar de jaren 60 was wel die tijd dat Amerika nog aantoonbaar een heel stuk racistischer was. En dat als persoon van kleur een stuk onaangenamer was om aangehouden te worden in je auto of waar dan ook. Ja. Dus je zou verwachten nog wat extra onaangenamer als je wordt aangehouden in het bestuurlijk centrum van het land met een vuurwapen. Ja. Maar die kregen ze ook weer terug. Die waren namelijk legaal. Ja. Ja. Dus, maar de weerzin tegen dat proces is volgens mij ook een beetje nationwide. Want de meeste mensen denken ook, we hebben nu wel wat belangrijkere dingen aan ons hoofd. Ja. Ik geloof dat een gallon gas kost daar nu, net als hier, gewoon ook onbetaalbaar. Ja. Iets kost onbetaalbaar. We zitten hier al op 2,50, hè, zo adviesprijs. Ja. En dan rij ik super, dus dat is dan ook nog 15 cent duurder. Ik rij ook echt super. Ja. 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 Ik heb ook de indruk. Het dringt nauwelijks tot me door wat daar gebeurt. En dat betekent dat het waarschijnlijk niemand echt kan boeien. Maar gek genoeg, NRC en Volkskrant, die schrijven daar dan nogal over. Die volgen dat dan natuurlijk. Dus daardoor zie ik vooral de koppen nog wel. Ja, volgens mij had geen Stijl er ook een berichtje over. Maar... Zal ik een ander onderwerpje aansnijden? Ja, doe maar. De Chinezen die hebben tegenwoordig een heus ruimtevaartprogramma. Oh. En die hebben een of andere testvlucht gedaan met een of het ander. En dat ging helemaal goed. Ja. En ik ga daar niet verder over in detail. Want volgende onderwerp. Ik weet er gewoon niet zo gek veel van. Maar ze gaan aan het eind van het jaar gaan ze de Ik had het gewoon, hoe heet dat ding? Er zijn drie Chinese astronauten gearriveerd op het Tiangong ruimtestation. Ja. Om daar eens even 6 maanden te zitten. Is dat hun eerste ruimtestation? Volgens mij wel. Bemand. Ik weet er gewoon niet heel veel van af. Daar lees je hier ook weinig van, hè? Je hoort er helemaal niks over, terwijl dit wel een dingetje. Wat er in China gebeurt, dat is gewoon gewoon fenomenaal ook in veel opzichten, technisch gezien. Gewoon toen ik klein was, toen wij klein waren, of in ieder geval, je kon gewoon niks uit China kopen wat het deed. Alles ging stuk, alles was kut, ruk en je wilde het niet. Ja. Het was gewoon tinnef, allemaal tinnef. Zelfs in 1999, denk ik, toen was ik daar in Zuidoost-Azië en dan eigenlijk alles wat daar was uit China, het was gewoon troep. Ja. Dat is gewoon goedkope troep. Gewoon van dan kocht je een spel kaarten en dan bleven ze allemaal aan elkaar plakken en zo. En dat ging ook niet over. Vielen de cijfers eraf. Ja. En dan kijken, dus gewoon huppakee, 20 jaar later, wat een ruimtevaartprogramma. Alles wat we hebben aan tech zo'n beetje wordt daar gemaakt. Ja. Ja, het is... We zijn reddeloos verloren. We zijn reddeloos. De Chinezen die hebben ons al ingehaald eigenlijk. Alleen we weten het nog niet. Nou, ze doen dat beschaafd zonder andere landen binnen te vallen. Ja, het wachten is op Taiwan. Ja. Ja, maar het is ook, weet je... Ik denk eigenlijk dat als China gewoon nog even doorgaat met deze... Dat iedereen zich aansluit bij China. Precies, dat dan Taiwan op een gegeven moment... dat daar gewoon een meerderheid ontstaat die zegt van ja... Want cultureel zijn ze gewoon hetzelfde. Hè? Een Taiwanese en een Chinees die elkaar tegenkomen ergens in een derde land of zo... die voelen zich verwant. Ja. Die hebben helemaal niet zoiets van we komen uit verschillende landen. Ja. Taiwanese willen niet per se Taiwanese zijn. Die willen Chinees zijn, maar die willen alleen dat China... Nee, ik las wel ergens dat wat Taiwan leert van de Oekraïne-oorlog... Dat ze niet op hulp van buitenaf moeten rekenen. Dus dat ze zich aan het bewapenen zijn. Ja. Ja. Omdat Gelijk hebben ze. Aan de andere kant, als ik heel eerlijk ben... Als je Taiwan bent... Kijk... Vroeg of laat, hoe ga je weer een keer bij China horen... Omdat we vroeg of laat allemaal bij China gaan horen. Ja, maar Taiwan eerder. Net wat meer en wat eerder dan de rest. Kijk, wij gaan lijken op China, denk ik. Want gewoon de hele infrastructuur om van ons een soort surveillance staat te maken, die ligt er. Dus ja, nee, maar we hebben ook heel veel uitwisselingsstudenten die hier onze kennisinformatie spioneren. Ja, dat klopt. Maar dat worden er wel minder.
Maar denk ik, volgens mij, er is wat meer aandacht voor. Mm-hmm. Maar als ik Taiwanese was, had ik dan zin... Het heeft geen enkele zin om tegen China te gaan vechten. Dat weet ik niet. We weten niks van de kracht van het Chinese leger. Jawel. Het laatste wat we weten is dat één mannetje op zo'n plein een hele tank tegenhield. Ja, omdat de chauffeur geen gas gaf. Oh, was dat het? Ja. Dat was toch een hele menselijk... Ik zag zo'n mooi filmpje van Mark Felton. Ja, wie is dat? Dat is zo'n historicus. Die had allemaal van die fijne korte filmpjes over gekke details uit de Tweede Wereldoorlog. Vooral Tweede Wereldoorlog. En die had nu... dit ging dus niet over de Tweede Wereldoorlog. Dus dan bam, val ik al meteen door de mand. Oost-Duitse padvinders. Die hadden kleine tankjes om te oefenen met tanks. Ja. Echt gewoon jochies. Een jaar of 10 in een tank waar ze in pasten. En een beetje rijden, 2-takt motortje erin. Jezus. Een soort karten. Echt. En dan hebben wij ons hele leven lang gehoord dat achter het ijzeren gordijn fout was. Maar stel je toch eens voor, man. Dat is toch fantastisch. Dat was precies wat ik nodig had toen ik 10 had. Een klein tankje. Met echte rupsbanden en zo, hè? Ah, man. En ook een loop. Waar en een loop. Maar daar, daar kon je ook door vuren. Dat denk ik niet. Een soort met een tufbuis. Hele grote bessen erin. Ja. Appels. Appels, ja. Dat was fantastisch. Sorry. Ja. Doe nog maar een nieuwtje. Nog een nieuwtje? Ja. Laten we er een eind aan maken. Hup, even alles nieuws er doorheen. Oké. Okay. Aantal dingen. Robots, dat versnelt enorm. De mate waarin robots het overnemen van gewone mensen. Oh. Komt door COVID. Voor een belangrijke zit een deel van die versnelling. Mensen moesten thuiskomen. Robots die geven elkaar geen virus. Althans niet dit type. Nee. En dus er is gewoon een versnelling. Gewoon veel bedrijven hebben zoiets gehad van... ja, weet je, leuk en aardig werknemers, maar ja. Maar waarom lossen die robots dan het elektriciteitsnet niet op? Nee, ja. Dus omdat ze daar nog dat niet... Dat heeft te maken met beleid. Omdat ze daar nog niet kunstmatig nog niet intelligent genoeg voor zijn. Robots maken geen beleid, die voeren alleen maar beleid uit. Nou ja, nog niet, nee. Nee. Maar ja. Ja. Dus dat, ja, mooi. Goed. Mooi. Mike Pompeo, CIA-man onder Trump, die moet getuigen over een plan van de CIA om Julian Assange te vermoorden. Oh, te vermoorden? Ja. Die ging toch uitgeleverd worden? Ja, maar ik denk dat er niet zoveel aan de hand is. Ik denk als je de CIA bent en iemand is, hoe dan ook, dreigt nogal tegen de belangen van Amerika in... Dan is, denk ik, vermoorden daarvan ook altijd een scenario wat je wil hebben liggen. Wow. Dus ik denk dat dat niet zoveel voet in de aarde heeft. Hoe kwam je aan het nieuws? Dat stond op een website. Oh, wat leuk. Zal ik de website noemen? Nou ja, ik wil wat meer informatie. Is dat niet shocking? Het is Zero Hedge. Zero Hedge. En het is een van de Spaans... Is dat een complotsite? Zero Hedge? Nou ja, het is me net aan wie het vraagt. Ja, precies. Het is meestal wel met linkjes waar je kan nalezen dat iemand anders het ook zegt. Ja, oké. Dus, en dan hebben we nog... Marine Sanna. Ja. Dat is de premier van Finland. Ja. Dat is best mooi, hè? Dit was het? Nee, de Turken zitten gewoon heel, heel goed. Die zeggen gewoon van ja, Zweden, Finland komen er niet bij. Ja, en maar kunnen wij de Turken er niet uitgooien? Nou, ze hebben het grootste staande leger, hè? Oh, ja, best wel heel veel poppetjes die je in wil kunnen zetten. Ja, maar als die poppetjes opeens zich tegen ons gaan keren, dan willen we die poppetjes juist niet. Also, om de groot filosoof Hugo de Jonge te quoten. Ja, ja. We hebben de Turken liever in... Pissing out, dan out, pissing in. Was dat niet Sievert? Dat zei hij over Sievert, ja. 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 Ja, ja, ja. Dus, maar je had haast, hè? Ik heb helemaal geen haast. Oh, maar waarom wou je het dan in één keer allemaal afronden? Ja, ik dacht gewoon al dat langdradige gedoe. Ik heb ook nog wel een nieuwtje, hoor. Oké, kom maar. Dat PayPal, je kon daar al crypto kopen. Ja. Maar je kon er verder niks mee. Je kon het alleen maar binnen PayPal hebben. Maar PayPal kan nu ook naar externe wallets sturen. En dat is voor het eerst dat zo'n internationaal bedrijf... Aha.
Iedereen in mijn omgeving haat PayPal. Ja. Maar ik gebruik het gewoon heel veel. Want het is voor mij, want ik heb namelijk een American Express kaart. En die wil ik eigenlijk best veel gebruiken. Want daar krijg ik frequent flyer miles voor de KLM. Dat vind ik gewoon fijn. Ja. Maar zo gek veel hier in dit deel van de westerse wereld gebruikt geen. Maar PayPal dus wel. Dus alles wat ik via PayPal betaal, dat gaat dus af daarvan. En dan krijg ik bonus miles voor. Tip voor de mensen. Dus, en mensen kunnen ook rechtstreeks op ons PayPal-account doneren. En dan kunnen wij dan weer omzetten in crypto. Zeker. En dan kunnen we dan naar onze eigen wallet sturen. Oh, ja. En dat was dus niet, want dan omzeil je dus. Maar dat is ook geen advies, hè? Dat is gewoon een constatering. Dan hoef je niet meer via een Nederlandse bank, want het is allemaal, het wordt toch allemaal een beetje gecontroleerd. Mm-hmm. Dus als je gewoon... ik denk dat de Belastingdienst aan PayPal de gegevens opvraagt, krijgt hij ook gewoon allemaal natuurlijk. Maar wat het dingetje daarvan is. PayPal is een heel groot netwerk. Is eigenlijk een soort bank ook geworden, min of meer. Mm-hmm. Met een eigen systeem die crypto implementeert. En dat draagt dus bij aan de acceptatie, ook bij het gewone volk. Ja. Het gewone volk, hè? Ja. Hoor jij daarbij of niet, vind je? Ja, het is eigenlijk... Zijn wij het gewone volk? Het is altijd een beetje ik en groepjes. Het gewone volk kent mij wel, maar accepteert me niet helemaal. Okay. Maar ook het niet gewone volk kent mij. Ik sta altijd overal met één teen wel in. Hmm. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat was hem. Okay. Verder geen vragen. Verder geen vragen? Nee. Heer C. Ja, en er was nog een dingetje over Denk. Waarom? Ja. Ze wilden eigenlijk Azarkan afzetten. Maar de leden hebben Azarkan behouden. Daar komt het in het kort op neer. Oh. En dat vind ik wel leuk, want ik vind Azarkan in de Tweede Kamer gewoon fijn. Ja, vind ik ook. Ik vraag me wel altijd af, heeft hij nou een verleden waarin hij een keer 100 gram speed heeft gekocht en 3 jaar lang niks anders heeft gedaan dan daar uit te snuiven? Ja. Hij heeft wel echt een speedhoofd. Ja, dat mag ik niet wel zeggen. Sommige mensen hebben gewoon pech. Ja, hij ziet er gewoon... Ja, maar hij heeft ook echt van die kaken. Ja. Wel 1000 jaar gekoud lijken te hebben. Ja. Maar je hebt ook... ik heb ook als een soort fitnessachtig dingetje. Dat je dan een soort gummibal... En daar kan je dan op kouwen om je kaak sterker te maken. Zit dat ook met zo'n rubberen... met zo'n leren riempje achter je hoofd? Ja. Ah, interessant. Hebben we al een titel voor deze aflevering? Ja. Ja? Ik ga me alleen niet vertellen. Ik moet wel een verrassing blijven. Ja, het was een beetje rommelig, hè? Ik ga toch maar even leren met de mensen. Ah, ja, trouwens, dat is nog even iets. Wij overwegen om ergens in de zomervakantie even naar Lviv te rijden. Want we wilden eerst eigenlijk in Kaliningrad gaan kijken, maar dat is gewoon dicht. Er zijn geen Russische visa voor mensen, tenzij ze zakelijk in Rusland moeten zijn. Ik hoorde trouwens over Kaliningrad dat ook zonder oorlog een stuk Rusland is waar je niet zomaar in komt. Hm. Maar goed. Ja, maar ook de rest van Rusland is in ieder geval ook nu iets waar je niet zomaar in komt. En ik heb een keer Michael Palin gezien die daar was. Ja. Ik zeg niet dat hij er zomaar in kwam, maar de BBC mocht er wel filmen. Ja. Maar het is natuurlijk een belangrijkste haven van de Oostzee, een enige ook. Ja. Zoals de enige is al snel de belangrijkste ook. Maar wij overwegen om even in Lviv te gaan kijken. Gewoon hoe de vlag hangt. Ja. Dat wordt dan dus, eind juli ongeveer, geloof ik, hè? Ja, ik denk het wel. Eind juli, zoiets. Daar rond die tijd. En dan, dus, als we dan er net zo lang over doen als die Egypte film, dan komt die met kerst wel online. Ja, dan kunnen we wel kijken of we gelijk al een kerstthema aan kunnen meegeven. Ja. Nee, maar mocht u daar nog specifiek voor willen doneren... Graag. En gaan we daar ook iets onderzoeken? Of gaan we gewoon kijken hoe het is? Of gaan we ons nog een doel stellen? Nou, ik heb daar ooit een hele lekkere decaf koffie gekocht.
Hele bonen. Niet de politiek. Misschien, en, misschien moeten we naar die... Ik wil naar diezelfde supermarkt toe en kijken of ze dat nog verkopen. Ja. Nou, leuk. Gaan we doen. Ja. Ja, het spijt me ook.